Vanaf zaterdag 5 september is het de bedoeling dat alle winkels in het centrum van Oosterwijk voortaan tot 6 uur geopend zijn. Dat is inspelen op het koopgedrag van de consument, volgens centrummanager Frits Knibbeler. Ook een mooie aansluiting voor de horeca, zodat Oosterwijk nog aantrekkelijker wordt om te komen winkelen. Wat vindt de consument ervan? Zijn ze blij dat ze op zaterdag een uurtje langer kunnen winkelen? En heeft het misschien ook nog consequenties voor de vrijdagavond? Gaan we dan niet meer of tot hoe laat winkelen we dan? En wat vindt uiteindelijk de winkelier ervan? Want die moet nu wel zorgen dat ze open kunnen op de zaterdag tot 6 uur. We gaan het vragen op straat. Mag ik even iets vragen? Vanaf 5 september, dan zijn op zaterdag hier in Oosterwijk de winkels voortaan tot 6 uur open, is de bedoeling. Wat vindt u daarvan? Ik vind het wel handig. Ja? Ja, ik vind het wel handig. Ja. Soms dan denk je op het laatste moment van, oh, ik heb nog iets nodig en dan is het toch al 5 uur. Dan heb je toch een uurtje extra. Ja. Nou, dat vind ik prima. Ik kan alleen maar een extra uurtje winkelen, vooral omdat het hier zo ontzettend gezellig is. En dan sluit het mooi aan op de horeca, wilt u zeggen? En ook, iedereen heeft daar zijn voordeel van, denk ik. Mm-hmm. Dus ik ben het daar wel mee eens. Ja? Nou, ik vind het wel fijn dat de winkels iets langer open zijn. Maar dan vind ik wel dat alle winkels wat langer open moeten zijn. Want als ik de verhalen hoor in Oosterwijk, dan zijn er in de winkelpassage maar 2 winkels open. Oh. Nou, dat maakt me heel weinig uit. Want u gaat niet winkelen? Nee, niet in Oosterwijk. Maar goed, dat geldt nu voor Oosterwijk, maar dat betekent dat het waarschijnlijk ook landelijk steeds vaker langere openingstijden van de winkels. Ja, dat maakt mij niks uit hoor. Hé Ben? Nou, ik vind het eigenlijk een beetje onzin. Ja. Het is zo, vroeger konden de mensen ook in de tijd dat de winkels open waren de boodschappen doen. En nu moet het allemaal langer. Het is alleen maar ten nadele van het personeel, denk ik. Daar vind ik het niet leuk voor. Dat ze in het weekend en 's avonds moeten werken. Dus ik ben het daar niet mee eens. Nou, hartstikke goed, dankjewel. En werk ze. Dankjewel, graag gedaan. Oh, geweldig. Geweldig. Helemaal goed. Ik vind het niet nodig. Mensen hebben tijd genoeg om te winkelen. Ik ben zelf een middenstand, dus ik vind het helemaal niet nodig. 4 uur, liever 4 uur dan 5 uur. Ja, want dat heeft natuurlijk consequenties aan de andere kant. Voor het personeel en voor je winkeliers hebben zelf ook weekend. Dus ik vind 4 uur... prima, 6 uur veel te lang. Dus ik proef hier toch enig verschil, want jullie willen graag langer winkelen. Ja, maar mijn vriendin is zelf onderneemster, dus die heeft zelf een winkel. En dat begrijp ik ook helemaal. Dus we houden de middenweg 5 uur. Privé is het niet zo leuk, maar ik kan me voorstellen dat het voor de klant prettig is. En daarom doen we daar aan mee. Ja, ik vind het wel prettig. Ja. Je merkt het natuurlijk al aan de supermarkt. En ik denk dat dat een van de voornaamste partijen zijn. Ja. Maar ja, ik vind het toch wel een... misschien is het wel een verrijking, toch? Ik vind het prima. Ja? Ja. U gaat er ook gebruik van maken, denkt u? Nou, soms wel. Want dan is het gezellig in het dorp nog. En dan zijn alle mensen er nog. En dan ga je nog... Of je hebt even iets vergeten. Zaterdag, zo, je komt ergens vandaan. Dan is het handig dat het even tot 6 uur open is. Dat gaan we zeker meedoen. We gaan dat eerst als test invoeren. Gaan we kijken of het goed werkt en dan gaan we daar zeker meedoen. Ja. Ja, wij doen mee. Ja. Wat vinden jullie ervan? Ja, is goed. Is goed. Wij hadden al eerder geconstateerd dat na 5 uur nog klanten liepen op de Lint hier. En de HEMA was natuurlijk ook altijd 6 uur open. Dus het gebeurde heel veel dat wij tot na 5 uur ook nog bezig waren. Dus we hopen dat iedereen meedoet, want dat is natuurlijk de kracht en heel belangrijk. Ik vind er niks aan. Ten eerste alles de mensen die nou om 5 voor 5 komen, die komen dan om 5 voor 6. En de mensen die in de winkels werken. Het is toch al beperkt voor een weekend. Wordt nog korter. Mensen die nog op moeten ruimen, hoe laat zijn die dan thuis? Heel het weekend is weg. En op de vrijdagavond, koopavond, heeft het daar nog consequenties voor dat je dan op zaterdag langer open bent? Nee, dat denken we niet. We willen ook graag tot 9 uur eigenlijk open blijven. Omdat het bij ons altijd tussen 8 en 9 nog best wel een drukke dag of een drukke tijd is. Dus willen we eigenlijk graag altijd aanhouden. Ja, de vrijdagavond gaan wij vanaf vanavond tot 8 uur open. En dat was ook al wel wat we eerder wilden doen, omdat wij op die vrijdagavond...
ze veel minder respons hebben als de jaren voorheen. En op de koopavond gaan jullie dan ook winkelen? Af en toe wel, ja. En is dan 9 uur oké of is 8 uur ook prima? 8 uur is ook prima, vind ik, ja. Je hoeft ook niet de hele avond te winkelen. Dan heb je ook nog een gezellige avond. En nu? Daar sluit ik me helemaal bij aan. Ja. Maar net hoe het is, daar pas je je op aan en dan is het toch ook goed. Maar net hoe je ingesteld bent daarover. Ja, want tegenwoordig winkelen we 24/7 hè, op internet, maar gewoon live winkelen is op die manier... Veel leuker, veel leuker. Ja. Veel shopplezier daar. Dankjewel. Dag. De meeste mensen vinden het dus prima dat de winkels een uurtje langer open zijn op de zaterdag. Niet alle ondernemers zijn even gecharmeerd. Zij moeten natuurlijk zorgen dat er personeel is in de winkels. Toch een oproep van de voorzitter van de winkeliersvereniging, Anouk Lijnselle, aan alle winkels om zoveel mogelijk op zaterdag tot 6 uur open te zijn. Dat schept duidelijkheid voor de consument en dat zal nog meer winkelend publiek naar het centrum van Oosterwijk trekken.